Ik ben Hamza Aldari, ik ben 17 jaar. Ik sta op het middenveld en ik sta ingeschreven bij Jong Sparta. Maar de meeste wedstrijden is ook bij onder 18. Voor de mensen die jou nog niet kennen, wat voor speler ben jij? Ben een middenvelder die eigenlijk op elke positie van het middenveld kan staan. Mijn kernkwaliteiten liggen aan de bal. Dus het liefst sta ik speel met de bal aan de voet. Ik kan heel goed het spel lezen, best wel allround. En wat zijn jouw kernkwaliteiten als voetballer voornamelijk? Vooral mijn passing en mijn inzicht. En mijn loopvermogen. Ik heb een goed loopvermogen dat ik 90 minuten makkelijk vol kan houden. En mijn inzicht is ook best wel prima, verdedigend en aanvallend. En je speelt nu bij Sparta onder 18, maar ook bij Jong Sparta. Hoe kijk je terug op jouw tijd in de jeugdopleiding? Ik kwam hier als jongetje van 7 jaar. En toen dacht ik van, ja, ik word makkelijk profvoetballer. Maar dat was dus helemaal niet zo. Elk jaar heb ik met een team hoger meegedaan. Dus het ging best wel goed vanaf het begin al. Maar onder 14, dat was de minderjaar, toen brak ik mijn middenvoetsbeentje. En moest ik terugkomen. Dat ging al wel wat moeizamer. Dan had ik er niet echt meer veel zin in. Maar dat was tegelijkertijd ook mijn beste jaar voor mij. Want dat is ook het keerpunt geweest dat ik echt wist wat ik ervoor nodig had. Om profvoetballer te worden. Daarna onder 15, onder 16 was een heel goed jaar voor mij. En onder 18 was echt het beste jaar voor mij geweest. Omdat ik toen als onder 17 speler alles speelde in de onder 18. En heel goed ontwikkelde op dat moment. Toen ben ik dit jaar toen ik onder 18 speler werd, ben ik naar Jong doorgeschoven. En daar doe ik dan bij trainingen van maandag tot met donderdag doe ik dan bij Jong. En op vrijdag en op zaterdag moet ik terug naar onder 18. En dan speel ik daar mijn wedstrijd. Dus mijn ontwikkeling is super snel gegaan in de 2 jaar tijd. En hoe kijk je naar de begeleiding naast het voetbalveld, dus het onderwijs of de fysieke begeleiding van Sparta zelf? Ja, het is wel heel top geregeld hier. We hebben Silva voor de studie die al bijna alles voor mij heeft geregeld met school. Dat ik verlof kan krijgen, dat ik de donderdag toen profdagen kon volgen. Dat was de wedstrijd waar ik dat ik van school af mocht komen. Fysiek allemaal goed. We hebben maandag en donderdag hebben gewoon kracht. En dat heb ik, ja, dat was denk ik het belangrijkste punt voor mij om nu te ontwikkelen. Dat is mijn fysieke gesteldheid. En de trainers zijn, ik heb nu drie, bij de jongen hebben we 3 oud-profvoetballers. Die het heel goed snappen hoe het is als speler zelf. En onder 18 hebben we ook oud-profvoetballers. En dus het is voor mij best wel ideaal om met de oud-profvoetballers te zijn. Die snappen als je een dagje niet hebt, als het niet goed gaat, die snappen dan waar het aan ligt. En dat is dan wat makkelijker bespreken met ze. En als je kijkt naar je persoonlijke ontwikkeling, waar denk je dat je op dit moment staat? Ik ben denk ik sinds de coronatijd ben ik doorgaan met trainen. Toen trainde ik 5, 6 keer in de week toen de meesten stil zaten. Dus toen is mijn ontwikkeling al super snel gegaan. En vorig jaar naar onder, zoals onder 17 spelen en onder 18, ging het buitengewoon goed. Want we kregen in eerste instantie te horen dat onder 17 spelers niet zouden spelen of minder zouden spelen, tenzij ze niet om je heen konden. En dat was dus blijkbaar zo. Dus ik speelde alles. En als dan onder 19 spelers terugkwamen, werd ik nog meer geprikkeld. En nu bij Jong ben ik de jongste. En de oudste is dan van 2000, terwijl ik van 2005 ben. Dus ik merk heel erg dat ik. Ja, ik hoef niet echt aanpoten, maar ik moet wel meer geven dan wat zij geeft bijvoorbeeld. En dat is alleen maar goed voor mijn ontwikkeling. En je hebt dit seizoen je debuut gemaakt bij Jong Sparta. En je staat bijna altijd in de basis bij Sparta onder 18. Is het jouw doel dit seizoen om zoveel mogelijk te spelen? Ja, dat is natuurlijk, ja, dat is voor iedereen denk ik het doel om zoveel mogelijk te spelen. Nu bij de onder 18 zitten we wel in de B-competitie. Dus dat zijn niet met alle topclubs. Dus voor ons het doel is dan om te promoveren. Want dan krijg je de beste Ajax, PSV, Feyenoord. Die wat iedereen denkt te spelen. Maar het liefst speel je bij Jong. Omdat dat is een niveau hoger. En dat is voor je ontwikkeling het beste. Maar hoe het op dit moment gaat, vind ik wel prima. En als je kijkt naar de toekomst, wat hoop je dan dit seizoen nog te bereiken? In maart is er nog een interlandperiode met Nederlands elftal. Dan hoop ik dat ik daar weer bij zit. En als team zijnde sowieso promoveren. Promoveren. En bij Jong wil ik baasspeler worden. Dat is dan voor het heel seizoen. Dus tot aan de winter willen we promoveren met onder 18. En als persoonlijk doel is meer dan 10 goals en assists bij elkaar hebben. En als je kijkt naar jouw ultieme voetbaldroom, wat komt er dan in het eerste in je op? Dat is ja, bij Barcelona spelen in de basis. Dat is denk ik voor elke voetballer zijn droom. Of zijn droomclub te spelen. Maar als je dat kan, dan
kan je op je 35 terugkijken naar een mooie carrière. En als je kijkt naar je ultieme droom voor nog bij, als je nog bij Sparta speelt? Ik wil sowieso het eerste halen en na twee goede seizoenen draaien. Dat Sparta uiteindelijk nog best wel winst op mij kan maken als ze me verkopen. En ja, misschien aanvoerend eerste, dat zou ook heel mooi zijn.